Hey Green Kids, je kijkt weer naar het leukste programma over de natuur. Ik ben hier vandaag in Brazilië. Ja, we gaan met Green Kids over de grens heen. Ze hebben dat namelijk nagebouwd hier in het Tropenmuseum Junior. En wat ze hier met afval doen, is niet te geloven. En ik ga dat allemaal ontdekken met het Green Kids team van vandaag. Zo, Green Kids, hoe gaat het met jullie? Goed, goed. Ja, hebben we er een beetje zin in? Ja. Mooi. Hey, we gaan vandaag allemaal dingen doen met afval. En hoe heet het nou ook weer als je afval wegbrengt? Recycling. Recycling. Supergoed dat jullie dat weten. Maar je kan ook van afval hele mooie dingen maken. En dat heet upcycling. Is een heel moeilijk woord. Maar Momad, kom er even bij. Jij kan er alles over vertellen. Ja, jullie staan hier op de praatsen. Dit is het hart van onze wijk. Wijk Mix Max Brazil. Als je rondkijkt, deze wijk is door 30 kunstenaars uit Brazilië gemaakt. Uit Pernambuco. En we gaan zo samen door de wijk. Kijk goed rond. Vooral kijk twee keer. Want als je goed kijkt, ontdek je dingen. Dan kan je zien wat hier van afval gemaakt is. Hé, hey, dit is al gelijk al vet, ja. Zie je dat? Wat is dat nou? Wat zijn dat? Het zijn allemaal dopjes. Allemaal dopjes. Daar hebben ze gewoon een prullenbak van gemaakt. Wat zie je? Vertel. Die lichten van, hoe heet het, van bijvoorbeeld gravity. En, spuitbussen. Ja, spuitbussen. Heel goed gezien. Daarom zeg ik altijd hier, kijk altijd twee keer. Want je ziet een afval, zo'n spuitbus en wat er daarvan gemaakt is. Wat doen jullie met afval? Meestal gooi je het weg gewoon. Gooi je het weg? Ja, meestal wel. En wat gebeurt er dan mee? Ja, dan wordt het meestal versmolten. Versmolten? Ja, plastic wordt versmolten, papier wordt verbrand. Ja, dus of dat gaat als je het recycelt, wordt er natuurlijk iets nieuws van gemaakt. Maar het meeste afval gaat bij ons natuurlijk gewoon de prullenbak in. Ja. Maar in Brazilië hebben ze heel weinig geld en moeten ze super creatief zijn. Dus ze gebruiken het afval eigenlijk om allemaal mooie nieuwe dingen van te maken. Maar hier zie ik ook iets cools. Dat zijn, wat zijn dat? Dat zijn toetsen en doppen. Maakt het ook muziek of niet? Ja, hè? Dit is vet. En kijk goed waar het van gemaakt is. Petflessen. Maar ze maken wel veel van petflessen. Ja. Heel veel. Omdat er petflessen weggegooid worden, er staat geen statiegeld aan. En dit zijn denk ik doppen. Dit zijn doppen. Heel goed. En nou heb ik iets interessants. Kijk even naar de top van de tafel. Kan je zien waarvan het gemaakt is? De tandpasta. Yes. Hey. Tubes van de tandpasta. Ja. Dit is Maasje. Hoi. Maar als je helpt in de mixfabriek. Hallo, welkom. Ben je Windu? Hebben jullie die al gezien? Ja, schildpad. Schildpadje. Kijk. Ja, en die is heel erg makkelijk om te maken als je heel goed kijkt. Kijk, dat is gewoon eigenlijk de onderkant hè, van de fles. Eigenlijk kun je dat allemaal met een schaartje hieruit knippen. Voor mij gaat die lekker. Je ziet het niet, maar dit is dan zijn hoofd. En ik heb al twee voetjes. We gaan hele mooie schilden maken van, wat is het eigenlijk? Netjes voor Ina's of netjes. Hey, wat vinden jullie nou van het upcyclen? Leuk. Leuk en het is goed voor het milieu toch? Goed voor het milieu, heel goed. En hadden jullie gedacht dat je zoveel kan maken eigenlijk van oud afval? Nee. We hebben allemaal mooie dingen gemaakt. Als je nou zelf ook iets cools wil maken of je wil meer informatie over leuke dingen, over de natuur bijvoorbeeld, kun je naar green-kids.nl. Kwak, kwak. Oh nee, het is een schildpad. Dit is de Green Kids Speurkross. 5 etappes lang cross ik met 3 kids door het Zuid-Hollandse slikkengebied. En worden er spannende spellen gespeeld. Het is tijd voor etappe 3, maar eerst wil ik eens even weten hoe jullie etappe 2 vonden. Leuk. Hoe ging het? Echt heel erg leuk. Hebben we veel geleerd over vogels? Ja. Ja. En weet je wel nog wat voor vogels we gezien hebben? Ja, ja en de kiekendief. Ja. Heel goed. We hebben het zo goed gedaan. Jullie hebben weer een Green Kids hanger gewonnen. Dus we doen het eigenlijk heel erg goed. Nu is het tijd voor etappe 3. Hey Green Kids, ga over het zand langs de duimen. Bij de 5e duimdoorbraak wacht jullie volgende spel. Succes. Succes. Nou, dan gaan we dan. Ja. Op de fiets. Het Speurkross team van deze week bestaat uit Nadia, Cas en Kaylee. Ja, en door fietsen. Oh man, ik ben echt helemaal fiets. Goed zo. Dat is Green Kid. Helemaal fiets.
Wil je voorlezen? Beste Queen Kids, er is een bruinvis aangespoeld op de slikken. Aan jullie de taak om hem te redden. Lees de spelregels voor het redden van een bruinvis. Schiet op, er is geen tijd te verliezen. Kijk, ik zie daar iets liggen. Oh. 1. Vind het spuitgat van de bruinvis en zorgen dat deze vrij is. Kijk eens, waar zit het spuitgat? Hier zo, denk ik. Hier. Oh ja, hierboven, hè? Hier. Nou, die moet vrij liggen, dat doen we goed. 2. Gebruik het water en de doeken om de bruinvis nat te houden. Nou, maak hem maar nat en leg hem overheen. Blijf rustig en stil, dat is nummer 3. En dan gaan we de dolfijnenambulance bellen. En die mag jij bellen. Hallo. Hallo, we hebben hier een bruinvis aangespoeld. Kunt u hier zo snel mogelijk komen? Heel goed. Hé, hey, daar! Kom maar snel. Hebben jullie hem goed nat gehouden? Ja. Ja, met dat doek. Hé, hey, dan moeten we maar zo snel mogelijk zorgen dat hij naar het opvangcentrum gaat, of niet? Ja. Ja. Zo. Gaan we de bruinvis in het hangmatje leggen? Kom, leg hem eerst even op het kogel. Hoeveel bruinvissen en dolfijnen redden jullie dan per jaar? Nou, ongeveer tussen de 5 en 15 bruinvissen per jaar worden er door ons gered. Dat is wel goed, hè? Dus als een bruinvis strandt, heeft hij altijd hulp nodig. En gelukkig hebben jullie dat zo goed gedaan natuurlijk vandaag. En kunnen wij ze in het opvangcentrum beter maken. En als ze dan beter zijn, ja, dan gaan ze natuurlijk weer terug naar de zee, hè? Want dat is waar ze eigenlijk horen. Dus de grote vraag is, hebben we het goed genoeg gedaan? Ja, jullie hebben hem nat gehouden. Waren jullie wel rustig? Ja. Jullie aan het schreeuwen? Waren we rustig of niet? Ja, best wel. Ja, toch? Ja. Zachtjes gepraat voor de bruinvis. Nou, dan vind ik dat jullie een heel eind zijn gekomen en jullie hebben mij geroepen. En als je mij niet had geroepen, dan konden we nou niet met de bruinvis naar het opvangcentrum. En dat betekent dat we weer een kanjer hebben gewonnen! Yay! De Green Kids Hanger. We moeten fluisteren. Hier is de Green Kids Hanger. Dan kunnen we door naar de 4e etappe. Ga maar, ik kom eraan. Als jullie meer willen weten, kun je naar green-kids.nl. Succes, hè?